Goedenavond. Griekenland krijgt de vele bosbranden voorlopig niet onder controle. Enkele tientallen Vlamingen zijn teruggekeerd uit vakantie in het getroffen gebied, maar hebben dat zelf moeten regelen. De samenvatting van de communicatie van Sunweb is too little too late. Om een voorbeeld te geven, 5 uur nadat wij zelf door de politie uit het hotel zijn moeten vertrekken, kregen we bericht van Sunweb met de vraag: waar zijn jullie? Onze raad is om in het hotel te blijven. In Spanje lijken de parlementsverkiezingen een politieke impasse te hebben opgeleverd. Ik hoor dat je het zaad hoog is, zodat Shvita Tikkun Mispa Arba Avra. Ondanks massaal protest keurt het Israëlische parlement de omstreden hervorming van justitie goed. En Lotte Kopecky finisht als tweede vandaag in de vrouwentour en blijft in het geel. We zijn in oorlog met het vuur. Het zijn woorden van de Griekse premier Mitsotakis. Al een hele week woeden er bosbranden in Griekenland en er blijven er nieuwe ontstaan. Na Rhodos is er nu ook brand uitgebroken op de eilanden Evia en Corfu. Op het Griekse vasteland staat een stukje van de Peloponnesos in brand. Op het Griekse eiland Rhodos blijft de brandweer vechten tegen de vlammen. Het blussen verloopt moeizaam, omdat veel branden in moeilijk toegankelijk gebied liggen. Er moet op verschillende plaatsen geblust worden met blusvliegtuigen en helikopters. Maar die kunnen 's nachts niet vliegen. Bijna 20.000 mensen werden intussen al geëvacueerd. We hebben nog zeker 3 moeilijke dagen voor ons. We denken dat we een afklimakelse van de kapsona. Αλλά είναι βέβαιο ότι για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενες εβδομάδες, θα πρέπει να είμαστε όλοι σε μόνιμη επιφυλακή. Deze namiddag werden nog eens 2 dorpen geëvacueerd, want door de hoge temperaturen en een stevige wind blijft het vuur zich verspreiden. Heel wat lokale inwoners blijven in de buurt en moeten lijdzaam toekijken hoe het vuur om zich heen grijpt. The wind is very high today. It will be worst Wednesday. It's very, very bad. The situation. We need help. Send us help from everywhere. Alle toeristen die in het zuiden zaten waar de branden woeden zijn, ondertussen naar het noorden gebracht, waar geen branden zijn. Ook Evelien, die lovend is over de lokale bevolking die haar geholpen heeft. De vriendelijkheid van de mensen hier is zo enorm. Die hebben echt zo hun best gedaan om, ja, ik bereik het niet emotioneel van zelfs, hoe nee dat die hun best gedaan hebben om ons te vangen. Dat is echt super. Merci voor alles. Ook op Corfu woedde gisteravond stevige bosbranden. Om 22:30 s'avonds kregen Timmy en zijn gezin van de Griekse overheid het bericht dat ze hun hotel moesten verlaten. Gisteravond zagen we Hans de Heuvelkam eigenlijk rood uitslaan van de brand. Op vandaag leek dat onder controle. Zien we wel nog blusvliegtuigen en helikopters hier passeren. De situatie op Corfu zou intussen inderdaad weer onder controle zijn. Zowat 20 geëvacueerde toeristen van op Rhodos zijn vanmiddag geland op Brussels Airport. Sommigen klagen dat hun reisorganisatie niets heeft gedaan. De reisorganisatoren geven toe dat de hulp aanvankelijk moeizaam liep, maar ze maken zich sterk dat er nu voor iedereen een oplossing is. Wij hebben alles kunnen meenemen omdat wij op voorhand zijn beginnen inpakken. 10 minuten op voorhand, voordat wij zoiets hadden van het gaat hier echt wel mislopen nu. We zagen de brand afkomen en dan zijn we gevlucht. Het was redelijk druk op de luchthaven. Overal lagen mensen op veldbedjes en zo en op slaapzakken te liggen. En er was wel humanitaire hulp voor water en eten, maar het was een hectische vlucht. Verhalen over chaos bij de evacuatie en de terugtocht. En sommigen voelen zich ook in de steek gelaten door hun tour operator. Zo ook Jelle van Hoven, die voor zijn hele familie zelf evacuatie en terugvlucht moest organiseren. Zelf beslist om vervroegd terug te keren bij gebrek aan hotel, bij gebrek aan opvang. Zelf een vlucht geboekt. Van alle boekingen dat we hebben, zijn er 2 mensen, en ik kan zelfs de naam en toenaam noemen, die zelf een ticket geboekt hebben. Dat gaan we uiteraard ook gewoon terugbetalen. Maar voor de rest hebben we echt wel iedereen die geëvacueerd is, 1 voor 1 of live gesproken of aan de telefoon gehad. Klopt dus niet, zegt Sunweb, al horen we bij klanten van andere maatschappijen gelijkaardige verhalen. We hebben eigenlijk ons plan moeten trekken. We hebben zelf iets gevonden voor te boeken, ook voor de laatste dagen. Dus ik heb niet echt
geen hulp gehad van de maatschappij. Voor de eerste chaotische dagen roepen de reisorganisaties verzachte de omstandigheden in. Het was een hele lastige situatie, want de infrastructuur was natuurlijk echt heel slecht in het getroffen gebied. En ook de communicatie, dus internet en wifi lag er helemaal uit. En blijven of vertrekken, voor iedereen is er nu wel een oplossing, verzekeren de tour operators. We gaan nog even naar Bruno Tersago in Athene. Goedenavond, Bruno. Heel heftig daar met die bosbranden. Kan Griekenland dat aan, al die branden bestrijden? Wel, zoals het er nu naar uitziet, wordt het heel erg moeilijk. Griekenland heeft de voorbije dagen ook hulp ingeroepen en gekregen van het buitenland. De EU heeft brandweerlieden gestuurd uit Polen, uit Slowakije, uit Roemenië, maar er is ook hulp gekomen uit Egypte, uit Israël. Want inderdaad, op deze schaal dat soort branden bestrijden, dat kan Griekenland op dit moment absoluut niet alleen. Ja, en de komende dagen, die worden zeer moeilijk, hoorden we de premier zeggen, Mitsotakis. Wat bedoelt hij? Hoe staat het ervoor? Wel, hij heeft het over de hittegolf en Griekenland wordt al meer dan 10 dagen, bijna 14 dagen, geplaagd door een hittegolf. Temperaturen boven de 40 graden. In Athene morgen gaan ze naar de 45 graden. Ik sta hier eigenlijk in Athene ook een beetje te zweten. Het oortje komt bijna los van het zweet. Dus het gaat nog heel erg warm worden. Daar komt bij dat de wind ook gaat toenemen. En dat gaat de bluswerken nog moeilijker maken. En daardoor is er ook nog eens een keertje kans dat de branden sneller gaan uitbreiden. Dus dat is inderdaad een moeilijke zaak voor de komende 3 dagen. Maar ook daarna zal Griekenland waakzaam moeten blijven. Want de kans is nog steeds groot dat er een nieuwe hittegolf aankomt. We zijn pas in het midden van de zomer. Ja, zo is dat. Dank je wel voor je uitleg, Bruno. Ik ga maar snel wat koelte opzoeken. Hitte en bosbranden in Griekenland. De Alpenlanden worden dan weer getroffen door hevig onweer. In Zwitserland is zelfs een dode gevallen toen een bouwkraan omver werd geblazen. Dat gebeurde in La Chaux-de-Fonds in het noordwesten van Zwitserland. Er vielen ook gewonden en de materiële schade is aanzienlijk. Volgens de Zwitserse Weerdienst ging het mogelijk om een tornado. Er zijn windstoten gemeten tot 217 km per uur. Ook morgen wordt nog fel onweer verwacht in de Alpen. Het wisselvallige weer, wat wij ondertussen maar al te goed kennen natuurlijk, dat trekt op dit moment Centraal-Europa binnen. En dat komt daar in contact met hete temperaturen. Ja, en dat is echt een explosieve cocktail. Hè. Met vandaag bijvoorbeeld fel onweer, niet alleen in Zwitserland, maar ook in het zuiden van Duitsland. Met kans op wateroverlast, met zelfs kans op windhozen, hagel en forse windstoten. Wie morgen nog richting de Alpen vertrekt, die moet ook dan rekening houden met lokaal fel onweer. Daarna zou het toch wel wat beter moeten worden in die regio. Op ons rouwregister blijven de berichten binnenkomen voor het overlijden van onze collega Martien Tange. Duizenden zijn het er en het zijn stuk voor stuk hartverwarmende woorden. Ze tonen aan hoeveel mensen ze geraakt heeft. Mensen zijn dankbaar en verdrietig omdat ze zo vroeg moest gaan. Martien overleed gisteren op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, amper enkele jaren na haar pensioen. Een greep uit de vele berichten. Wat gek dat het heengaan van iemand die je niet kent je zo kan raken. Ik dacht gisteren, mijn verdriet zal wel bezinken, maar vandaag ben ik nog altijd even bedroefd, lieve Martien. En nog, Martien was het warme dekentje bij het koude nieuws. En in Lübeck, de gemeente waar Martien woonde, ligt een rouwregister in de bibliotheek, dicht bij de boeken en de taal die haar zo dierbaar waren. Lübeck gaat een straat naar haar vernoemen, onder meer uit respect voor haar engagement voor het huis voor Oekraïense vluchtelingen. In het vluchtelingenhuis was Martien iemand van daden. Zij heeft uren gepoetst. Ze was ook heel begaan met de mensen. Dus ze heeft met hun gesproken. Naar de Oekraïense Nationale Feestdag is daar gevierd, is zij geweest. Dus zij heeft proberen en contact te leggen met de mensen, maar toch ook echt handen uit de mouwen en zorgen dat alles picobello was voor... Omdat die mensen eindelijk op een goede plek zouden kunnen thuiskomen. Het komt dichtbij. Hè? Ze is van de leeftijd van mijn eigen ouders. Haar dochter zat met mijn broer in de klas. Een familie van mij is een collega van haar. Het is zo snel en veel te vroeg. Ik heb ook
nog niet zo lang geleden een broer verloren. En ja, dat pakte mij allemaal. Ik hoop dat ze... Want die zei altijd, mijn broer zei altijd, dat is een straffe madame. Hè. En ik hoop dat ze elkaar in de hemel tegenkomen misschien. Straks gaan we naar Gent, waar de laatste feestvierders van morgen van de Vlasmarkt zijn gehaald. Na 10 dagen Gentse feesten. Eerste Spaanse politiek. De parlementsverkiezingen daar zijn verrassend uitgedraaid, omdat er geen grote doorbraak is gekomen van het rechtse blok, hetgeen nogthans verwacht werd. Aan de linkerzijde waren ze uitgelaten met dat nieuws gisteravond laat, ook al hebben ze zelf ook geen meerderheid. Het is toch maar de vraag of er snel een regering zal komen, want nog het linkse, nog het rechtse blok heeft een meerderheid. Hier ziet u dat goed bij de nieuwe zetelverdeling. Aan de linkerkant komen de socialisten van uitredend premier Sanchez, de PSOE, zetels tekort, ook wanneer ze een coalitie zouden vormen met de linkse partijen van Sumar. Aan de rechterzijde hetzelfde beeld. De centrumrechtse partij PP, Partido Popular, heeft wel de meeste stemmen gehaald, maar zelfs met het uiterst rechtse Vox erbij komen ze er niet. Vooral omdat Vox veel zetels heeft verloren. Ze mogen bij de conservatieve Partido Popular dan wel juichen om het meeste aantal stemmen. Toch beseffen ze hier dat de overwinning best wat groter had moeten zijn. Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para liderar desde el primer minuto ese diálogo y para intentar gobernar nuestro país. Zeker omdat ook een mogelijke coalitiepartner zoals het uiterst rechtse Vox veel minder goed scoort dan de peilingen hadden laten uitschijnen. Die partij verliest zelfs 19 zetels in het parlement. Hoy es un día de preocupación porque no hemos logrado nuestros objetivos para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y muy probablemente haya una repetición electoral donde podemos volver a hacerlo. Dit is de man die een stok in de wielen steekt van een nieuwe rechtse meerderheid. Socialistisch premier Pedro Sánchez blijft met zijn partij PSOE overeind. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Het linkse blok lijkt er misschien een tikkeltje beter voor te staan om een regering te vormen. Toch is de kans groot dat de Spaanse kiezer opnieuw naar het stemhokje moet om de kaarten iets duidelijker te verdelen. El caso es tener las ideas de izquierdas y avanzar en este país. Cosa que no quiere la derecha. En in Madrid staat voor ons Ann Bakkaert. Goedenavond, Ann. Ja, de kans lijkt klein nu dat uiterst rechts kan deelnemen aan de macht. Dat werd nogthans vooraf gezegd. Wat is er veranderd? Ja, zoals je zegt, Annelies, de peilingen hadden het inderdaad voorspeld dat Vox erop achteruit zou gaan. En het is gebeurd. Ze hebben 19 zetels verloren. Maar het was wel voor het eerst dat ze reële kans maakten om mee in die regering te stappen. Waarom is dat niet gebeurd? Of waarom ziet het er naar uit dat dat niet zal gebeuren? Omdat de PP niet zo'n grote overwinning heeft behaald als was gepeild. Zij zijn wel de winnaar van de verkiezingen, maar niet met zoveel zetels dan was gepeild. En zij hadden er natuurlijk... Er was ook voorspeld dat ze geen meerderheid zouden halen en dat ze Vox dus nodig zouden hebben om een regeringscoalitie te vormen. Maar dus nu zal Vox dat verschil niet maken. 2 maanden geleden, zeer belangrijk ook, waren er hier lokale verkiezingen in Spanje. En toen heeft Spanje een ruk naar rechts gezien. En de PP heeft toen samen met Vox verschillende bestuursakkoorden gesloten in 140 gemeenten.
En in verschillende autonome regio's zijn ze echt samen in coalitie gegaan. En de socialistische uitredend premier Pedro Sanchez heeft daarom de verkiezingen vervroegd als een soort wake-up call om tegen de Spanjaarden te zeggen: kijk, willen jullie echt zo'n extreme regering nationaal? Want we hebben in die regionale pakten hebben we toch wel hebben de Spanjaarden verschillende maatregelen zien nemen die hier toch wel voor veel controversen hebben gezorgd. Zowel bijvoorbeeld, we zijn naar Nàquera geweest, een klein dorpje in Valencia. Daar werden meteen de regenboogvlaggen verboden. We hebben daar gepraat met een homoseksuele man die bedreigd werd omdat hij zijn regenboogvlag toch aan zijn balkon had gehangen. Er werd in verschillende regio's ontkend door Vox dat er machistisch geweld is. Een thema dat hier zeer gevoelig ligt. Want er zijn heel veel Spaanse vrouwen het slachtoffer van machistisch geweld. Dus ja, al die maatregelen hebben de Spanjaarden wel heel bang gemaakt voor uiterst rechts. Mag ook niet vergeten, in dit land leeft nog altijd een trauma voor de militaire dictatuur van Franco. We hebben verschillende mensen gepraat die zegden van: wij hebben het meegemaakt. Wij weten wat er op het spel staat. Wij hebben het heeft bloed, zweet en tranen gekost, de rechten en de vrijheden die we vandaag hebben. Wij willen geen stap achteruit zetten. En dus zijn de kiezers echt wel massaal naar de stembus getrokken gisteren. Sanchez lijkt met zijn gok te hebben gewonnen. In die zin dat er een grote mobilisatie is geweest van links en van de centrumkiezer om rechts van de macht te houden. Maar het blijft een verschrikkelijk moeilijke puzzel. Want nog rechts, nog links hebben een meerderheid. Dus het is zeer, zeer, zeer moeilijk om hier een regering te vormen in Spanje. Ja, wat je zegt, Anne, maar toch nog kort. Dus rechts of links, ze hebben geen meerderheid elk op zich. Maar is het geen optie dat de twee grootste partijen, gematigd rechts en gematigd links, dat zij samen een coalitie vormen? Dan is de impasse opgelost. Wordt daarover gepraat? Oei, Annelies, dat hoort echt niet bij de Spaanse politieke cultuur. Het is hier ook verschrikkelijk gepolariseerd. Maar zeg nooit nooit. We gaan het zien. Op dit moment denk ik dat er nog heel wat alternatieven... Enfin, eigenlijk niet, maar toch. Núñez Feijóo, de leider van de winnende Partido Popular, wil het initiatief nemen om een regering te vormen. Hij heeft al de hand gereikt naar een aantal kleinere partijen, heeft dat daarnet aangekondigd. Dus we gaan moeten afwachten, maar het wordt zeer, zeer, zeer moeilijk en zeer spannend. En de kans is reëel dat Spanje opnieuw naar verkiezingen moet. Zien wat het wordt, dank je wel, Anne. In Israël is de omstreden wet goedgekeurd die het Hoge Rechtshof hervormt. Dat betekent dat het parlement nu beslissingen van rechters ongedaan kan maken. De bevolking protesteert al maanden tegen de wet. Ook vandaag was dat het geval. Ze zeggen dat de wet de democratie uitholt. Het gaat er onstuimig aan toe, net voor de stemming in de Knesset, het Israëlische parlement. Maar dat kan niet verhinderen dat de omstreden wet wordt goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Buiten gaat het er nog heviger aan toe. Demonstranten proberen kruispunten en toegangswegen naar het parlement te blokkeren. Ze willen de stemming verhinderen, tevergeefs. Sommigen ketenen zich aan elkaar vast. We proberen ons best in order to protect democracy in our country. Hier draait het om, de onafhankelijkheid en de macht van het gerecht. Het Hooggerechtshof kon tot nu toe politieke beslissingen terugfluiten als het die extreem onredelijk vond. Een toetssteen door het gerecht op hoog niveau dus. Maar dat kan vanaf nu niet meer. Volgens sommige betogers heeft premier Netanyahu, tegen wie nog een proces loopt, daar ook persoonlijk belang bij. Bibi wants to take all the judges under his authority to get free of charge.
De beslissing zal nog aangevochten worden, maar voor Netanyahu is dit een flinke opsteker. Het voorbije weekend kreeg hij in het ziekenhuis nog een pacemaker ingeplant. Het ziet er alvast naar uit dat de straatprotesten nog even zullen aanhouden. De Russische hoofdstad Moskou is vanmorgen getroffen door een Oekraïnse droneaanval. Rusland zegt dat zijn luchtafweer alle drones onschadelijk heeft gemaakt. Toch zijn twee gebouwen in het centrum van de stad beschadigd. Eén ervan bevindt zich op amper een kilometer van het hoofdkwartier van het Russische ministerie van Defensie. Wellicht was dat het doelwit van de droneaanval. En Rusland heeft vorige nacht voor de eerste keer een haven op de Donau aangevallen. Een haven van waaruit graan wordt geëxporteerd. Russische drones van Iraanse makelij hebben de haveninfrastructuur geraakt en 7 mensen verwond. De Donauhavens zijn belangrijk voor de export van Oekraïns graan. En zeker sinds Rusland vorige week het graanakkoord opzegde en graan exporteren via de haven van Odessa aan de Zwarte Zee niet meer mogelijk is. Een man vloekt en tiert als hij door de getroffen haveninfrastructuur in Reni waddelt. Tot nu toe was deze Donauhaven nog niet gebombardeerd, maar vannacht werd ze getroffen door Russische drones van Iraanse makelij. Deze kaart met online scheepvaartverkeer laat zien hoe belangrijk de Donauhavens van Reni en Izmail zijn geworden, vooral nu de export van graan niet meer kan via Odessa. Rusland laat immers sinds een week geen grote graanschepen meer door. De helft van het Oekraïense graan werd nu al geëxporteerd via de Donauhavens en er werd verwacht dat ze nog belangrijker zouden worden. Maar na de aanval vannacht hebben alvast een 30-tal schepen hun tocht naar Reni onderbroken. De graanprijzen zijn intussen sterk gestegen. VN-secretaris-generaal Guterres hernieuwt zijn oproep aan Rusland het graanakkoord toch te verlengen. I call on the Russian Federation to return to the implementation of the Black Sea Initiative in line with my latest proposal. And I urge the global community to stand united for effective solutions in this essential effort. De Donauhavens liggen ook pal aan de grens met Roemenië, een NAVO-lidstaat. De Russische aanval gebeurde op zo'n 300 meter van de Roemeense grens. De Roemeense president spreekt op sociale media over serieuze risico's voor de veiligheid in de Zwarte Zee-regio. Het Oekraïense graan kan nog via de weg geëxporteerd worden, maar de capaciteit is niet groot. En 5 EU-buurlanden hebben de import in eigen land tot 15 september geblokkeerd, na protest van lokale boeren. Transit is nog mogelijk, maar het importverbod zorgt voor lange files aan de grenzen. De Gentse feesten zijn afgelopen, maar er is daar wel een ernstig incident geweest. Vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, is een man tijdens de feesten zwaar gewond geraakt. Hij ligt in het ziekenhuis en is nog altijd in kritieke toestand. Wat er gebeurd is, of de man geslagen of geduwd werd, wordt nog onderzocht. Wel weten we dat de feiten zich afspeelden in de Onderstraat, niet ver van het Gentse stadhuis. De dader of daders worden opgespoord. Het slachtoffer is een man van 35 uit Antwerpen. Intussen zijn in Gent de straten en pleinen weer schoongeveegd na 10 dagen non-stop feesten. Alles samen hebben zowat 1,6 miljoen mensen de Gentse feesten bezocht. En voor wie moeilijk afscheid kon nemen, ging het stadsfestival nog door tot 10 uur vanmorgen op de Vlasmarkt. De nacht is al lang voorbij, maar deze feestvierders op de Vlasmarkt gaan door tot de laatste minuut. Veel van hen hebben al 10 dagen Gentse feesten in de kleren. Nog meer feesten, ja. Het is toch niet gedaan vanavond. Ik heb genoten van de Gentse feesten. Nu jammer van de laatste nacht dat het zo aan het regenen is, maar oprecht, ook al is het slecht weer, ik ga mij een voldaan gevoel naar huis. Het is traditie, om 10 uur klinkt Mia van Gorky, einde van de feesten. Daarna worden de laatste feestvierders bijna letterlijk zelfs van het plein geveegd. Sinds 6 uur vanmorgen zijn trouwens al 60 afvalophalers aan de slag. Vorig jaar ruimden ze ongeveer 300 ton vuilnis.
We hebben dit jaar 23% minder veegvuil, wat een mooie prestatie is voor alle Gentenaars die de Gentsfeesten bezocht hebben. Ik moet zeggen, de selectieve ophaling wordt vrij goed nageleefd en qua afval zal het ongeveer hetzelfde liggen als vorig jaar. En er blijft niet alleen vuilnis achter. Voorlopig zitten we aan 730, maar ziet mijn collega's zijn nog verder aan het registreren. Dit zijn 10 dagen feesten in verloren voorwerpen, een record aantal met opvallend veel gsm's en bankkaarten. Misschien is dat nu meer kan cashless betaald worden, dat de mensen achterloos hun bankkaart wegsteken. Niet goed in de zak. Daarnaast is dat net door nonchalance of te veel gefeest te hebben. Wie zal het zeggen? Straks nieuws over de ooievaars die elk jaar neerstrijken in het Zwin. De gegevens van hun zendertjes zijn geanalyseerd en de resultaten zijn onverwacht. Maar eerst het sportnieuws, Katrien, met Lotte Kopecky in de Ronde van Frankrijk. In de gele trui en ze houdt de gele trui na de tweede dag. Lotte Kopecky blijft op kop in het algemene klassement. Ze verstevigt met de bonificaties zelfs haar leiderstrui. Maar een tweede ritzege op een rij grijpen, dat leek er ook even in te zitten en dat is haar net niet gelukt. Kopecky strandde op de tweede plaats. In een spurtbergop was de Duitse kampioene Lianne Lippert de sterkste. Het peloton vertrok in Clermont-Ferrand voor een tocht over een goede 150 kilometer naar Mauriac. Het ging voortdurend op en af. De aankomst lag een anderhalve kilometer na de top van de laatste klim. Lotte Kopecky rijdt voor het eerst in het geel en dat in een lastige etappe. Opvallend, haar ploeg zal de gele trui niet verdedigen en controleert de wedstrijd dus niet. Op de Côte Plein steekt Julie van de Velde even het vuur aan de lont. Het peloton reageert traag op de aanval en dan gebeurt dit. Valpartij en Kopecky kan er net rond. Maar fluiten tegen de grond. Wereldkampioene van Vleuten ligt er wel bij en verliest kostbare tijd. Inhaalwerk dus voor de grote favorieten voor de eindwinst. Van Vleuten zegt aan de kant, mannetjes, ik kom. Maar Van Vleuten is ook diep aan het gaan. Weg, dus, weg, dus weg. Afzien. Intussen is het beginnen regenen en is het opletten voor valpartijen in de afdaling naar de laatste klim. Confalonieri botst tegen de muur en vannacht komt tegen de vangrail terecht. En op die laatste klim trekt Nibia Doma goed door. Kopecky heeft het moeilijk, maar kraakt niet. De gele trui mag spurten voor de zegen. Kopecky komt ernaast. Kopecky komt ernaast. Kan ze voor 2-op-2 gaan? Gaat al sinds voorbij Lippert. Is hard tegen onzacht. Lippert komt er weer voorbij en Kopecky gaat moeten zitten. Kopecky gaat sterven. Lippert gaat winnen. Kopecky wordt tweede en Persico derde. I didn't believe it even when I crossed the line. I thought maybe there's a breakaway gone or something, but. Well, it still needs some time to realize. Kopecky behoudt wel het geel, maar er had misschien wel meer in gezeten, want ze spurte met een lekke band. Ja, Maarten van Gramberen, geen 2-op-2 dus voor Lotte Kopecky, maar Kopecky spurte op een leegloper. Wat denk jij? Welke rol heeft die lekke band gespeeld? Wat als ze die niet had gehad? Wel, als en dan, die rijden natuurlijk niet mee in zijn ronde van Frankrijk. Maar laten we het zo stellen, Katrien laat die twee 10 keer tegen elkaar sprinten. 9 keer zal Lotte Kopecky de beste zijn. En dus was het voor Kopecky daar straks aan de streep in de Mauriac toch een beetje hinken op twee gedachten. Langs de ene kant was ze blij dat ze nog altijd met die gele trui mag rondrijden in deze ronde van Frankrijk. Dat zou echt wel eens lang kunnen duren, misschien zelfs tot zaterdag. En langs de andere kant was er natuurlijk ontgoocheling dat ze een unieke kans miste voor die 2-op-2 door die lekke band. We gaan eens luisteren naar Lotte Kopecky bij collega Rutger van Severen. Oh, what the heck? Hoe dan? Oh my god. Pech voor Lotte Kopecky. Een leegloper verhindert dat ze voluit kan sprinten voor een tweede zege op een rij. Ja, ik draai die rotonde en ik voel mijn achterwiel wegslippen. En ja, het bleek dat mijn achterband lek staat. Dus. Ah ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, pff, nee, ik had daar niet op steken, maar ja, jammer. De afdaling was echt slecht. Het een of ander is wat Kopecky mag dan wel pech hebben wat die leegloper betreft. Ze blijft recht in een bij momenten spekgladde en daardoor gevaarlijke etappe. Ja, het is jammer, maar ik denk dat we vandaag weer de ploeg... Blij mogen zijn dat we recht gebleven, want de weg was echt super glad en die afdaling was best gevaarlijk. Het zijn al een paar onderuit gegaan, dus
Ik denk dat we blij mogen zijn dat Demirecht toch geleden is. Ja, het is natuurlijk op dit moment heel zuur, maar het goede nieuws is, je behoudt wel die mooie gele trui. Ja, dat klopt. Daar ben ik op zich wel, wel blij mee. Ja, Maarten, hoe schat jij het in voor morgen nu? Kan Lotte Kopecky morgen opnieuw haar gele trui behouden? En kan ze misschien opnieuw voor een tweede ritzege proberen te gaan? Wel, die gele trui behouden zou geen probleem mogen zijn. Morgen liggen er in het begin van de etappe nog wel flink wat hellingen, maar de laatste 50 kilometer zijn relatief vlak. Dus meer dan waarschijnlijk gaan we naar een massasprint. En Kopecky die is wel snel in zo'n massasprint, zeker in een sprint bergop, zoals vandaag. Maar in haar ploeg, SD Works, zit de allersnelste renster ter wereld. Lorena Wiebens, dat is ook de Europese kampioene. Dus meer dan waarschijnlijk zal Kopecky die gele trui de sprint aantrekken voor Wiebes, net als vandaag, klassementsvrouw. Demi Vollering ook de sprint heeft aangetrokken voor Kopecky. Voorlopig, en dat is anders dan in die vorige ronde van Frankrijk, klopt het allemaal en past het allemaal daar bij die hele sterke ploeg SD Works. En we kijken al uit naar morgen. Dank je wel, Maarten. Straks zien we je terug, want straks is er de eerste aflevering van ons magazine over de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, de Tour de France Femme, met Maarten van Gramberen en Marijn de Vries. Ze beginnen eraan om 9:40 hier op VRT1. Intussen is er een groot wielerfeest aan de gang in Aalst, in het traditionele natoercriterium. Gisteravond is de ronde voor de mannen geëindigd in Parijs en heel wat hoofdrolspelers zijn vandaag al in Aalst te bewonderen. Niet de gele trui Jonas Vingegaard en niet de nummer 2 Tadej Pogacar, maar wel bijvoorbeeld de winnaar van het bergklassement, de Italiaan Giulio Ciccone. En het meeste applaus is er voor de winnaar van het puntenklassement, Jasper Philipsen. De Belg met de meeste ritzeges in de voorbije 3 weken. Philipsen won 4 etappes. Hij moet in Aalst veel handtekeningen uitdelen en met fans op de foto gaan in zijn mooie groene trui. Ja, ik hoop veel sfeer op te snaven hier in Aalst en te genieten vooral van het publiek. En ja, zeker iets terug te geven naar hun. Dus daar kijk ik wel naar uit vanavond. En je hebt de lead-out mee om de sprint hier te winnen? Ja, klopt. Het is wel technisch in het centrum. Maar ja, ik kijk sowieso uit naar een leuke avond op de fiets. En dan nog voetbal. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland heeft schaduwfavoriet Brazilië gewonnen tegen Panama met overtuigende cijfers, 4-0. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd is van Beatriz. Zij zorgt voor de 3-0 na een knappe combinatie van de Braziliaanse vrouwen. De andere 3 goals zijn allemaal van Ari Borges en hat-trick. Een kwartier voor tijd wordt Borges vervangen door levende legende Marta. Zij heeft nu op 6 wereldkampioenschappen op het veld gestaan. Marta is 37. Haar eerste WK speelde ze in 2003. Ook Duitsland, de wereldkampioen van 2003 en van 2007, won makkelijk zijn eerste groepswedstrijd. De Duitse vrouwen verslaan WK-debutant Marokko met 6-0. Marokko is het allereerste Arabische land op een vrouwen-WK. De Duitse aanvoerder Alexandra Popp scoort 2 keer. Ze zit al aan 64 doelpunten voor de Duitse nationale ploeg. En op het EK voor vrouwen onder 19 in ons land zijn de jonge Red Flames uitgeschakeld na een 3-3 gelijkspel tegen Oostenrijk. Hier scoort de truier. Ze maakte 3-3 voor België. Hun vorige 2 groepsmatchen tegen Nederland en Duitsland hadden de jonge Flames verloren. En het magazine over het WK-voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland zit vanavond op VRT1 om 11 uur. Dankjewel, Katrien. Dat is natuurlijk een heel andere manier van voedsel zoeken dan op een stort, waar je dagelijks eigenlijk op je gemakje naar het stort kan gaan en tussen het afval naar voedsel zoeken. De ooievaars die naar West-Afrika gaan, die moeten echt aan de bak en die leggen in de loop van de winter honderden kilometers af op zoek naar sprinkhanen.
Dat ooievaars in de winter naar het zuiden trekken, wisten we. Maar nu blijkt dat sommige van hen een stuk verder zuidwaarts trekken dan we dachten, tot in West-Afrika. Natuurgebied Het Zwin is dat te weten gekomen dankzij de zendertjes op de rug van sommige ooievaars. Het Zwin in Knokke mag dan wel een mooi natuurgebied zijn om in de zomer te verblijven. In de herfst wordt het hier toch iets te fris voor deze jongens. Ze trekken dan naar het zuiden. Door deze kleine zenders op hun rug hebben ze hier nu kunnen vaststellen dat sommigen de warmte echt wel heel ver gaan opzoeken. Er overwinteren heel veel ooievaars nu in Spanje en Marokko. Die steken niet meer de Sahara over, niet meer. Dat deden ze oorspronkelijk 100 jaar, 200 jaar geleden wel allemaal. De meeste doen dat dus niet meer, maar een klein en toch niet onbelangrijk deel van onze ooievaars doen dat wel degelijk toch nog. En dat is wel een groot verschil, want dat is 2000 kilometer en de Sahara over extra. Ze overwinteren dan in landen zoals Senegal of Mali. Ze komen daar terecht in een savanne-achtig landschap, de Sahel, waar ze vooral zoeken naar sprinkhanen. Ze volgen eigenlijk sprinkhanengroepen die daar soms in waanzinnige aantallen kunnen voorkomen en daar leven ze van. Een vijfde van onze ooievaars overwintert in Spanje. En opmerkelijk niet in groene weilanden vol sprinkhanen en muizen, maar wel op stortplaatsen. Zo'n afvalstort, daar weten ze, ah, dat is een groot restaurant, dat is elke dag open, met een eindeloos buffet, veel gemakkelijker. Het is eigenlijk een gemakkelijkheidsoplossing. En het klinkt vreemd, maar die stortplaatsen vergroten dus ook hun overlevingskans. Maar rond die stortplaatsen duikt nu een probleem op. De afvalstorten zullen binnenkort gesloten worden. En dus zullen de ooievaar niet meer voedsel in Spanje gedurende de winter vinden. En dus zullen ook waarschijnlijk een echt massale sterft kunnen zien. Maar daar maakt deze ooievaar zich voorlopig nog geen zorgen over. Echt zomerweer blijft voorlopig uit bij ons. Het blijft wisselvallig. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen wel droog, bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen vallen de meeste buien in het zuiden van het land. Elders overwegend droog met zon en wolken. Maar een plaatselijke bui is nog mogelijk en het wordt hooguit 20 graden. De Griekse bosbranden waren ons eerste hoofdpunt vandaag. Die zijn op veel plaatsen niet onder controle. De meeste toeristen zijn wel in veiligheid nu. Bedankt voor het kijken. Geniet van uw avond. En tot ziens. It's very, very bad, the situation. We need help. Send us help from everywhere. De vriendelijkheid van de mensen hier is zo enorm. Die hebben echt zo hun best gedaan om... Ja, ik bereik het niet emotioneel van zelfs. Hoe nee, dat die hun best gedaan hebben om ons te vangen, dat was echt super. We zagen de brand afkomen en dan zijn we gevlucht. We hebben eigenlijk ons plan moeten trekken. We hebben zelf iets gevonden voor te boeken ook voor de laatste dag. Dus ik heb niet echt geen hulp gehad van de maatschappij eigenlijk.